Mag ik u vragen naar uw verwachtingen? Dat mag. Mijn verwachtingen zijn dat de mensen in het nieuwe jaar wat liever voor elkaar gaan worden. Waren ze dat niet? Het mag allemaal wat aardiger voor elkaar, ja. En hoe komt u tot die uitspraak? Mensen hebben zo snel een mening, zijn bevooroordeeld en floepen dat er ook altijd maar zo uit. Dat mag u zeker. Ik verwacht niet veel van de coronatijd. Ik geloof er helemaal niet meer in. We worden een beetje in de maling genomen, denk ik. Je krijgt eerst 1 spuit, dan krijg je 2 spuit. Dan is het niet voldoende, dan krijg je weer een boosterspuit. Dus ik ben het daar helemaal niet mee eens. Meewerken, anders komen we niet vooruit alleen. Als iedereen meewerkt, alles komt wel goed. Maar als sommigen wilt en niet wilt, kan je niet op 1 visie komen. Ja, toch dat het corona wel verdwijnt eigenlijk. Dat is wel fijner. Als de mensen gewoon weer wat vrijer kunnen zijn, zich wat meer kunnen ontspannen in de samenleving. Wat spontaner weer naar elkaar toe kunnen gaan. We zijn altijd onderbemand. Minder geld. Ja. Veel minder geld, terwijl er meer geld nodig is. Mensen worden steeds ouder, vergrijzing. En als ik zie dat sommige mensen nu gewoon niet geplaatst kunnen worden, vind ik diep triest. Dat ze iets vinden tegen corona, dat wij zonder masker kunnen lopen, dat de familie kan binnen, dat de kinderen, kleinkinderen, een grote groep, dat is de beste wens voor het nieuwe jaar. Denkt u dat het nieuwe elan van Rutte 4 werkelijkheid gaat worden? Dat was wat een zware klus voor hem, want ik denk dat hij het vertrouwen behoorlijk kwijt is geraakt in deze afgelopen periode en dat het een behoorlijke klus is om dat weer te gaan winnen bij de mensen. En soms is het wel goed om wat te veranderen. Dus hij zou wel af kunnen treden wat mij betreft. Ik ben gewoon een persoon die neutraal is. Ik heb niet, geen nadeel ervoor of voordeel. Het is gewoon in het algemeen. Iedereen moet gewoon meewerken, gezond zijn en beter zijn voor het nieuwjaar. Nou, ik verwacht er niet al te veel van. En ik hoop wel dat het allemaal goed komt, maar ik ben bang dat de geschiedenis zich herhaalt. Het wordt niet normaal. Ze zitten nou met zoveel. Denkt u of verwacht u dat ze tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen de komende 4 jaar? Nee, geloof ik niet. Maar waarom weet ik niet. Want het heeft toch wel lang geduurd dat zo'n kabinet nou pas klaar is eigenlijk. Ik denk als je beter beloond wordt dat er meer jongere mensen meer animo hebben om ook in de zorg te gaan werken. Ik denk absoluut geld, dat het de grootste kwestie is. En eventuele verwachtingen over het nieuwe kabinet? Dat is heel lastig om je daar al over uit te laten, want dat is een zooitje nu. Daar wordt niemand vrolijk van, zo het nu is. Wat zou er dan anders moeten volgens u, of beter? Nou, heel ander kabinet. Alles eruit, helemaal opnieuw beginnen. Ik ben niet zo politiek ingesteld en ik lees wel veel, maar dat is zo ver van mijn huis. Ik ben ook bejaard. Ik wil rustig leven. Ja, nou, ik ben eigenlijk iemand van we zien wel wat er komt, wat de dag brengt en probeer daar het beste uit te halen. En dat doet u met zelf vertrouwen? Voor mijzelf wel, maar voor een ander ben ik daar wat terughoudender in. Zoveel dingen die moeten veranderen worden. En ja, het begint met de kleinste ding eerst. Het gaat niet op 1 keer veranderen. En wie moet dan volgens u de dingen veranderen? Ja, iedereen. Samen. Samen moet het zijn. En hoe kunnen we dan iedereen bereiken? Ja, zoals u nu doet. Iedereen ziet wat u doet. Zo, ja, dat is mijn hoop. Ik heb nog niets. En dan hoopt u dat het allemaal een stukje verder komt? Zeker weten, want ja, iedereen is wel zat. Ja, laat maar nieuwe verkiezingen komen. Ze beloven van alles en er gebeurt niks. Dus met hele corona, eigenlijk met alles. Verwacht u een goede samenwerking tussen deze 4 regeringspartijen? Nee. Ik hoop dat de hele coronatijd, dat het allemaal weggaat. Dat de mensen weer gewoon kunnen leven. En de horeca en alles. Want die mensen zijn er overal wel de dupe van. Want als ik nou dan weer zag dat onze prinses 18 jaar 100 man op visite. En dan de koning na de tijd zegt van, ja, het is eigenlijk verkeerd. Dan kun je de horeca dat ook zeggen.
Maar die krijgen direct die boete. Nou, ik denk als er genoeg mensen het boostervaccin gehad hebben, dat het rustiger zou worden, hoop ik echt. En dan komt er licht aan het einde van de tunnel? Ja. Ja. Misschien moeten we volgend jaar weer een keer een vaccinatie, maar dat zei dan maar zo. Dat vind ik niet zo'n probleem. Een wens, dat is eigenlijk voor iedereen een persoonlijk klein geluksmomentje. En dat mensen daar weer positieve energie uithalen. Voor iedereen gezond blijven. Ja, allemaal gezond en gelukkig. Ik vind dat het wel anders mag in het nieuwe jaar. En geldt dat voor u persoonlijk? Nee. Nee, daar durf ik wel eerlijk antwoord op te geven. Maar is het dan een verwachting, een hoop of min of meer een wens voor het volgende jaar? Eigenlijk allemaal. Maar wat ik ook weet is dat verwachtingen lastig zijn omdat ze bij jezelf liggen. Dus ik hoop dat het uit gaat komen. Ja.